Niet zomaar een baantje. Iets anders. Frans Klein was destijds de baas, de grote man. Nu directeur van de NPO. Kan die blijven zitten? Nou, dat is een hele goede vraag. Wat is het antwoord daarop? Dat weet ik niet, maar het is natuurlijk wel zo dat ik denk dat Frans Klein hier wel een rol had gehad. En dat er wel degelijk vanuit de VARA gewoon is weggekeken bij wat er is gebeurd. Ja, nou, wat ik denk is, daarom is het ook zo'n groot artikel geworden. Dit is een onderdeel van een emancipatiebeweging. Ja. Van de machtelozen, die weer macht krijgen, iets te zeggen krijgen. En wat hij, dit is een beetje ouderwetse manier van leiding geven. Wat jongere mensen gewoon niet meer pikken. En wat dat betreft zijn wij als NPO en ook de Wereld Draait Door, zijn we een voorbeeldfiguur. Mm-hmm. En een voorbeeldprogramma, een voorbeeldsituatie. En dan moeten wij dat ook goed doen. Dat is, vroeger hadden wij ook enorm respect voor redacties en voor cameramensen en voor iedereen eigenlijk. En dat is dus onzin. Er zijn de mensen die nu redactie vormen, dat kunnen ook wel mensen zijn die het niet goed kunnen. De mensen die ik hoor zeggen van ja, dat is allemaal niet zo erg, dat zijn wel een beetje de oudere mensen, met alle respect. Als je 15 jaar aan de top zit. Dat zijn de realisten. 15 jaar aan de top, dan had VARA ook moeten zeggen doorselecteren bij die mensen die bij de redactie zitten. Maar ook bij de redactie. Dat hij moeten beschermen. Want Saskia, komen er nu meer mensen? Want het kan natuurlijk ook een sneeuwbaleffect hebben. Het was een leuke man, hè, Matthijs? Komen er meer gevallen, denk je, nu? Zeker. Ja. Maar het heeft ook iets aandoenlijks, hè, dat hij zegt... Ja. Mijn leven stelt eigenlijk niet zoveel voor. Hij heeft verder geen spanningen in zich. Dat is toch verdrietig. Hij heeft een hele leuke kant. En daarmee sluiten we af. In ieder geval heeft de NPO aangekondigd... dat ze een onafhankelijk onderzoek gaan instellen. Nou, dan